gebeurt hier allemaal vandaag? Of het hele weekend eigenlijk? Het Robodok Festival. Dat is voor de vierde keer dat we dit doen. En het is een beetje een soort van cultureel politiek manifest van gezamenlijke woonwerkpanden. Er zijn van een heel aantal collectieven, zoals mensen vanuit de Graansilo, Frieshuis Amerika, de Filmacademie, Ruigoord. Allemaal plekken die niet meer bestaan eigenlijk? Ja, een heel groot deel van die plek is weg. Het is eigenlijk een beetje schaars gezaaid wat dat betreft, met de vrijplaats in Amsterdam. En dit is gewoon het vierde festival. We hebben dit jaar ook veel meer buitenlocaties. Ja. Sowieso. Dus maar hopen dat het een beetje droog blijft. Ja. Nou ja, je hebt tinten. Ik bedoel, het is toch niet meer te stoppen wat dat betreft. Gelukkig is het een ME-bus. Ben je daar al geweest? Daar? Nee. Dit is Company Doodle. Wacht even, Company Doodle? Ja, die komen uit Zetelgenbos. Een clubje met 12, 15 mensen op zaterdag. En zaterdag is een hele grote show. Die doen nu heel veel... het is echt heel beeldend, heel veel object. Een beetje middeleeuws. Maar is het 's middags of 's avonds? Nee, het is 's avonds, 's nachts als het donker is. En het is gewoon heel veel met vuur. Ja. Er zijn echt meesters in het vuur bouwen en kampvuren. En, op deze vloer zijn al vier voorstellingen. Internationaal, Nova Gafronta, Semolina Matomic uit Barcelona, Paca. Internationaal zegt hij, ja. Maar hoe kennen die mensen dit? Nodigen jullie ze uit of komen ze hier vanzelf op af? Nou, we nodigen ze uit. Een aantal die gaan echt jaren terug. Die hebben al in de silo opgetreden of in het Frieshuis of op andere plekken. En dat zijn gewoon vrienden die we al jaren kennen. En, maar die weten gewoon van, het is een beetje op de ADM. En, dus gaan heel, eigenlijk wel een heel domme vraag, maar die mensen moeten natuurlijk leven. Betalen jullie ze of gaat dat vanuit entreegelden? Hoe gaat dat? Nee, ze worden in feite niet betaald. Dus ze krijgen al hun onkosten vergoed. Dat is gewoon het principe van het festival. Ja, het festival draait ook helemaal zonder subsidies. Ja. We hebben geen overheidssteun hierin. En dat is gewoon ook het punt van ons. Van, jullie willen allemaal maar economie en denken op die manier en met broedplaatsen. En wij zijn al 15 jaar gewend om op deze manier gaan de mooiste dingen te doen. Koffieshop, thee, koffie, broodjes, dat soort dingen. Nou, dat is ook allemaal recycle materiaal. Daar zit gewoon ook onze kracht. We kunnen wel zeggen van, subsidie, we kopen allemaal nieuwe dingen. Ja. Maar bedoel, als je geen geld hebt, dan moet je heel creatief worden, weet je wel. Maar het lijkt me of je zegt van, subsidie, dat is niet eens het belangrijkste. Het belangrijkste is gewoon dat we een plek hebben op de zijk. Bestaan zich er verder. Ja. Hebben jullie nou nog wel een plek voor jullie eigen performances? Je bedoelt bij ons thuis, hier als buren? Jawel, wel degelijk. Dat is het fantastische. Nee, heel Ruigoord. Kijk, uiteindelijk hebben wij als een van de enige, en misschien wel zelfs de eerste of de enige, in heel Amsterdam officieel toestemming gekregen na 28 jaar om daar een culturele vrijplaats te maken. We mogen er niet meer wonen, maar we mogen er wel werken. En daar hebben we dus ontzettende zin in. Dus iedereen denkt nog steeds van, Ruigoord wordt erg. Maar wij lopen eigenlijk te juichen. We kunnen van die plek iets maken, daarmee bedoel ik Ruigoord, wat nog veel verder gaan dan dat we ooit gegaan zijn op cultureel niveau. Oké dan. Nou, backstage dus. Het hart van de achterkant, zullen we maar zeggen. En wie moet het hier allemaal gaan regelen? Hier, daar hebben een aantal mensen voor. Hoeveel medewerkers zijn er eigenlijk? Er zijn 300 medewerkers en artiesten. Dus we hebben de medewerkers zelf niet geteld, maar 300 artiesten en medewerkers. Ik denk iets meer. Hey, wat is direct de opening van het festival? Assart, het Ship of Fools bier. Dat is buiten. Ken je nou veel mensen die dit weekend optreden? Ja, dit is. We komen hier ook een beetje voor het netwerk, voor onze vrienden.
We maken plannen met mensen om, om dit festival over een jaar of twee in Zuid-Afrika te doen. Dus het is gewoon, we zijn even, zeg maar, even thuis. Ja. Dit is toch tamelijk uniek in Europa wat hier gebeurt. En in Duitsland vind je het wel, maar we zijn blij hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Waar is dit festival over 10 jaar? In Australië. Niet in Amsterdam? Nee.